Mechelen van morgen. Nee. Bij de spelers van KV zit de match tegen Club Brugge nog in de hoofden. 3-0 verloren en 3 keer rood. Cruciaal was de eerste rode kaart voor Jo Mununga. Dinsdag nog één van de uitblinkers tegen Anderlecht. Zaterdag wou hij, net als de rest bij KV Mechelen, niet praten. Zo. Vandaag wel. Wouter de Smet. Ontbijt in het spelershome van KV Mechelen, met veel aandacht voor de kranten. Jo Mununga komt voor in elk artikel. Want met dit duel is het zaterdag allemaal begonnen. Scheidsrechter Breda ziet er een elleboogstoot in en geeft Mununga rood. Ik heb geen intentie méchante in mijn geste. Ik kijk alleen de ballon. En ik probeer de ballon te spelen, na de images. Je constate que mon bras est dans les airs, mais c'est certainement pas pour le toucher. Je pense que c'est un bras élevé parce que pour prendre ma détente, je peux pas rester les bras le long du corps pour prendre une détente. Na zo'n tumultueuze match bestaat er geen betere remedie dan wat lopen om de hoofden leeg te maken. De rust van het park is ook welkom bij trainer Peter Maas. De frustratie is niet weg. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Er was een opeenstapeling van momenten. En als je dan een cupwedstrijd speelt, dan vind ik ook, als je dan te snel met die gele kaarten gaat gooien, dan weet je waar je gaat eindigen. Ja, en we zijn geëindigd met 8. En dan is er nog de uitspraak van Jacky Matthijssen achteraf, dat Brugge ook wel zou gewonnen hebben tegen 11 Mechelaars. Ja, als je al 5 keer achtereen verloren hebt, en je zegt dan als coach, van ja, tegen 11 hadden we dan ook wel gewonnen, vond ik een beetje ongepast. Wat nederigheid is nog op dit moment denk ik nog wel op zijn plaats. Terug naar Mununga. Nu is er die rode kaart, maar dinsdag liet hij mooie dingen zien tegen Anderlecht. Un style de joueur un peu comme Steven Gerrard, un clubman, quelqu'un qui se donne à fond pour son club et qui mouille le maillot. Et qui travaille beaucoup. Ouais, je pense certainement, ouais. C'est un jongen qui est très krachtig, is heel sterk, is explosief. En il voetbalt ook zo. En dikwijls man-en-man, lijf-en-lijf gevechten op het veld. Maar zo spelen wij ook. En dat hebben wij nodig in ons spel. Als je weet dat de statistieken zeggen dat wij de ploeg waren in de eerste ronde waar het meest aantal fouten is tegengemaakt. Ja, dan weet je wat voor een ploeg we zijn en dan weet je dat we altijd strijden. Mununga is nog maar 20. Maas is voorzichtig met hem geweest. In het begin van het seizoen mocht hij invallen. Daarna werd hij basisspeler. Tenminste, dat dachten wij. Rechtstreeks de toekomst dat ze een basisplaats afdwingen. Want ik vind nog altijd niet dat het een basisspeler is. En laten we niet verder kijken dan dat. Dat is al een heel prestatie voor hem, denk ik. Il m'a vraiment donné le temps de me mettre en jambes. Et ils m'ont lancé, je pense, au bon moment. Maintenant, ça fait plaisir, mais j'espère ne pas m'arrêter là. Et j'espère qu'on a encore une longue tâche, c'est-à-dire sauver le club et essayer de proposer du beau football à nos spectateurs.